zijn vandaag in de Oosterpoort. En vandaag spelen we volgens mij voor het eerst in de grote zaal van de Oosterpoort. En die is uitverkocht. En we hebben net lekker gegeten, nu gaan we even chillen. En we hebben onwijs veel zin in, want vandaag is die allereerste. Dus we gaan even die zaal goed aanpakken. En lekker 2 uur lang spelen. Is het dat moment dat je net je reet geveegd hebt? Dat je even aan je neus zit voordat je je hand afpakt. Moet even terug, hoor. Beter. Beter. Ja, beter. Hey Spike, wie is jullie supporter vandaag? Voor deze tour. Supporter voor deze hele tour is Emiel Landman. Een jonge muzikale god. Ja, dit is vet. Dit is vet, man. Holy shit, Mark. Ik wil meer, maar ik moet mijn spullen. Want niemand, ik moet die spullen, die moet van het podium. Moet ik nu doen? Ik ga weg. That's it. Spike, wat is jouw favoriete nieuwe nummer? Ik vind Hurricane heel vet om te spelen. Hoe gaat die? Mine is Good Night en die gaat dan. Mijn favoriete is All the Way. En die gaat? Oeh, ja. Goed. Slim. Weet je nog de migratie? Live in the city, do it like this. Zoiets. Hey, come on, man. Wacht, ik moet missen. Wat kan jij vergelijken nu met? Wat zijn de andere opties? Paddleboards. Is het dan zo dat jullie dan? Ja, cool. Is het chic? Misschien. Shall I wear the loafers? Of the low top? Ja, toch wel leuk. Je gaat niet zeggen, jij speelt dat weer spelen. Heb je een triangel gespeeld? Maar het is blijkbaar heel logisch dat als je saxofoon speelt, dan speel je alle saxofoons. Nee, dat vind ik helemaal niet logisch. Dus als je trombone speelt, dan speel je niet alle trombones. Nee, nooit. Niemand in de hele fucking wereld doet dat. Niemand. Dat doet ook geen enkele saxofonist. Iedereen. Niemand! Jij! Sommigen niet. Nee! Jij speelt een bariton saxofoon, dan ben je nou geen. Dit is beter dan Netflix. Bizarre koken. Volgende week doen we gewoon weer eigen kleerkamer voor die klas. Ja, maar het gaat ook om twee dingen. Dat snap ik wel. We begonnen in Groningen en dat was echt heel indrukwekkend. Gewoon omdat het een hele grote zaal is waar we nog nooit eerder hebben gestaan. De dag daarna speelden we in de FNA. En de FNA, dat was ja, net als de afgelopen keren, dan weet je wat je krijgt van die gasten. En ze deden het echt goed na een week carnaval, dus ja, dat was heel fijn. En nu staan we nog in Hengelo. En
Shit was helemaal vol. Was echt awesome. Deze was echt super loose. Gewoon. Ik weet echt niet waar we spelen volgende week. It's all in the moment, man. Utrecht, Amsterdam, Zwolle. Serieus? Ja. Weet je zeker? Ja. Utrecht, Amsterdam en Zwolle. Is it. Up next. Ja.